Zo. Hopsa. Je mag niet verder dan 3000 toeren trouwens. Niet verder dan 3000 toeren? Ga ik in de gaten houden. Matthijs? Ja? Dit is een beetje een andere video dan dat we tot nu toe hebben opgenomen volgens mij. Hè? Want ik rij in deze rubriek altijd met de auto van mensen, maar jij rijdt zelf denk ik geen auto. Nee, niet. Hoe komt dat? We hebben een rolstoel achterin liggen. Ik ben een gehandicapt. Ja? Ja. Ik weet het zelf. Ik vind het gewoon leuk en ik wil dat gewoon gaan doen. Ja. Dit is de auto van jouw vader dan? Ja. Oké, okay. En wat voor auto zit erin? Golfie 1K, led uit 87. Uit 87. Kijk aan. Die auto is ouder dan wat jij bent, denk ik, of niet? Ja, want ik ben zelf 19. Je bent zelf 19, kijk. En hoe oud ben jij dan? Ik ben 34. Ja, dat had ik al gehoord. Ja, dus ik ben alweer net iets ouder dan deze auto. Ja, ja. Ja, maar niet heel veel. Nee. Hé, hey, wat goed man. En dit is de auto van jouw vader. Jouw vader vertelde al, dit is de enige auto waar jij makkelijk in kan, of niet? Ja, ik kan niet meer erin tillen. Omdat het dak dan open kan? Ja, ja. Kijk. En is dit dan ook de enige auto waarmee jij op stap gaat, zeg maar? Of, Ik heb ook nog een bus, zeg maar. Daar ga ik gewoon met mijn rolstoel in. Ja? Nog een elektrische rolstoel. Ja? En daar ga ik dan gewoon mee als ik weg ga, zeg maar. Ja, precies. Dus gewoon puur voor plezierritjes en zo. Ja. En dan als het buiten lekker weer is, dan gaat het kapje open en dan ga je lekker een stuk toeren met je vader. Clubritjes doen. Ja? Ik ben lid van die club, ik weet niet of je dat kent. Welke? Golf Cabriolet Club, Nederland. Oké, okay, daar ben je lid van. Ja. En die hebben dan elk jaar een paar toerritten dat jullie samen op stap gaan. Ja. En dan met een heleboel Golf Cabrio's. En alleen Golf 1 Cabrio? Nee, met alle types. Alle types. Dus dan er is eentje met de Golf 3 geloof ik, hè? Ja. En dan heb je de Golf 3 met de Golf 4 neus, toch? Ja. En dan nog de Golf 6, toch? Dat zijn de Golf Cabrio's. Ja, ja. Dat zeg ik goed, hè? Ja, klopt. Alright. En wat vind jij dan de tofste? Deze. Ja. Natuurlijk. Gewoon het origineel. Ik zoek er ook nog eentje. Ik weet niet. Als er nog iemand eentje heeft in deze kleurstelling, dan hoor ik het graag voor jullie. Gewoon voor erbij? Ja. Ik moet er nog eentje hebben voor onderdelen. Oké. Nou. Wil je dat erin laten? Ja, tuurlijk. Nee, alles wat we hebben. Stuur maar een mailtje naar hun toe. Ja. En dan hoor je het wel. Zorg ik dat het bij Matthijs komt. Dus als je nog een donkerblauwe Golf 1 cabriolet hebt. Met maximale budget is 1500 euro. 1500 euro, die goed is voor onderdelen. Stuur even een mailtje naar ons, dan zorgen wij dat het bij Matthijs terechtkomt. Top. Hé, hey, Matthijs, deze auto, hoe lang heeft je vader hem al? Of hoe lang heb jij hem al? Is die van jou of is die van je vader? Ja, eigenlijk allebei, hè. Oké. Helemaal goed. Ik kan geen auto op mijn naam hebben natuurlijk. Nee, precies. Ja, ik heb het nu zo 8 jaar. 8 jaar al? Kijk aan, dus je hebt er al wat mee meegemaakt. Nou ja, ik maak zo'n beetje 1000 kilometer per jaar. 1000 kilometer per jaar. Oké, dus we zijn er wel echt zuinig op. Ja. Als het regent, dan komt hij niet buiten. Het liefste nu ook niet, maar ja. Nee, ja, maar ja. Sorry, hè. Ik zal volgende keer proberen om wat meer in de zomer te plannen. Ja, is goed. Cool, man. Hey, en weet je wat voor motorblok erin ligt? 1800. 1800? En hoeveel pk? 95 pk. Ah, dat is meer dan genoeg. Het is een lichte autootje, toch? 1000 kilo ongeveer, denk ik? Ja, zoiets. Dat is je vlot zat, denk ik. Maar hij mag niet boven de 3000 toe, dus ik ga het niet uitproberen. Ja. ik ga rustig aan doen. Alright. En je hebt allemaal metertjes onderin zitten, zie je? Ja, die werken niet. Oké. En dat cassettebakje is ook niet. Ja, dat hoort er wel in, maar dat staat er ook allemaal niet in. Oké. Maar die meters die wil je nog wel aansluiten? Of, Nee. Oké. Dat is gewoon voor de sier. Ja, tenzij ik nog een keer zo'n draadje tegenkom, want er moet allemaal een draadje achter. En dan moet dat dan naar de koeling toe en zo. Ja, precies. Precies, dus dan ga je nog een keer kijken of je dat kan vinden. Ja, het moet niet te veel geld kosten. Nee, het moet wel een beetje een betaalbare hobby blijven. Ja, ja. Maar dan heb je denk ik op zich wel een goede auto, want het is wel een auto waarvoor je vrij makkelijk over het algemeen onderdelen kan vinden, of niet? Vroeger was het beter dan nu. Ja, dat is natuurlijk, maar ja. Dat is met alles zo. Dat is met alle auto's wel, hoe ouder ze worden, hoe lastiger het wordt om onderdelen te krijgen natuurlijk. Wat vind jij er zelf van? Ja, ik vind het een leuke auto. Dit is toch wel een beetje... Had je het zelf ook gekocht of niet? Want ik weet wel wat voor auto je hebt. Wat heb ik voor auto dan? Peugeot 306. Nee, 205. 205 GT. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, ik denk wel, als ik een Golf 1 zou willen, dan zou ik wel heel graag ook de GTI willen. Dus dan de dichte versie. Ja, maar ja. Ik ben zelf niet echt een cabrio rijder, zeg maar. Ik vind het hier prima. Mag je maar even doortrekken. Ja? Eén keer. Door het tunneltje? Ja.
Gaat hij boven de 3000 toeren? Ja, één keer. Hey, dat is mooi, niet? Mag gewoon niet, maar ja. Ik zeg niks. Als jij ook niks zegt tegen je vader, is zeg ik gewoon niks. Je vader is er ook wel echt zuinig op, hè? Ja. Dat merkte ik al wel. Hij zei al, ja, wel voorzichtig en lekker rustig toeren. Ja, ja. Of zo. Nou, dat gaan we ook doen, hoor. Het zijn allemaal mooie, mooie weggetjes hier. Gewoon lekker een beetje rustig rondje van maken. Dus, heb je nog meer vragen of niet? Ik heb nog hartstikke veel van. We moeten nog een stukje. We gaan nog lekker even doorkletsen. Zeker wel. Hopla. Ik zou even een paar drempeltjes over. Ja. Kijken of die niet piept. Ken je de route? Ik ken de route, ja. We rijden het rondje, een paar keer. Dus zeker. Nee, maar wat je net vroeg, of ik hem zelf zou kopen. Ik vind wel zo'n Golf 1 Cabrio. Is wel, ik vind het een beetje een soort oer-cabrio. Zo. Dat is toch een beetje de... Zeg maar, in mijn jeugd werd deze auto, toen ik echt jong was, werd deze auto nieuw verkocht. Ja, want ze zijn ook 10 jaar op de markt. Ze zijn van 1980 tot 1993 op de markt geweest. Ja, ze zijn echt wel lang verkocht inderdaad. Want ze van de Golf 2 hebben ze nooit een cabrio gemaakt. Dus hebben ze deze nog een tijdje daarnaast verkocht. Ja. En dit was dan wel een beetje zeg maar, de betaalbare cabrio die je destijds kocht. Dus je zag hem best wel veel. Ik vind het wel altijd, het blijft gewoon een hele leuke auto... om te zien. Het is wel echt een klassieker, vind ik. Het is echt een designklassieker ook. Ja. Maar ik zit met die belastingregelingen, dat weet je zelf ook wel. Ja, dan moet hij eigenlijk moet hij dan nog weer wat ouder zijn. Hè? Dan wordt het nog gunstiger. Maar ja, goed. Maar ik vind het wel echt... Ja, ik vind het wel heel tof, dit. Ja. Weet je hoe ze deze auto... in Duitsland, hè? Toen ze dit model gingen introduceren. Toen waren natuurlijk alle Volkswagen keverrijders. Die reden dan cabrio. Ja. En die vonden dit eigenlijk helemaal niks, weet je? Nou ja, ik vind het wel wat. Ja, ik vind het ook heel leuk, maar omdat die beugel hierachter, dat die erop zat, daarom noemden ze hem het aardbeienmandje. Weet ja, je? Net zoals dat zo'n ken ik wel, ja. En dat was gewoon, ze vonden dat eigenlijk maar helemaal niks, maar die beugel die was echt wel eigenlijk heel erg nodig. Ja. In Amerika was er heel veel discussie over veiligheid en zo. Maar ik vind die Amerikaanse import ook niet mooi, die type Kenny. Ken je die Amerikaanse import of niet? Ja, die hebben een wat smallere kentekenplaatje en wat dikkere bumpers, toch? Ja, wat dikkere bumpers, maar die zijn niet heel mooi. Nee. Maar dat is omdat in Amerika was heel andere regels over wat een auto aan moet kunnen als je er met de bumper ergens tegenaan rijdt. Maar omdat ze in Amerika heel erg bezig waren met de veiligheid, voornamelijk ook als je van de zijkant werd aangereden en als je zou rollen of zo, daarom moest die beugel er uiteindelijk op komen. Dus oorspronkelijk hadden ze hem liever zonder gemaakt, maar ja, dat... uiteindelijk om de Amerikanen maar een beetje tegemoet te komen, hebben ze hem er toch maar opgezet, die beugel. Ja. Ja, ik kan hem lastig zien met het stuurtje. Het stuurtje is klein, hè? Ja. Het is echt een heel klein stuurtje. Het is een mooi stuurtje. Een mooi sportstuurtje. Ja. Zoek jij dat dan zelf op? Ga je op internet zoeken naar onderdelen? Deze heb ik bij een auto gekocht. Oké. Okay. Maar ja, maar dan zoek ik wel zelf onderdelen op. En ik wil er nog eentje zelf hebben. Ja. En dan ja. En wil je dan die tweede die je erbij koopt, wil je die dan ook uiteindelijk wel helemaal rijdend houden? Of zeg je van nou, dan mogen gewoon alle onderdelen daar vanaf, die mogen hier Ja, die mogen er helemaal vanaf. Oké. Okay. Dus maar die moet wel in perfect staat zijn dat ik kan overzetten, weet je wel? Ja, precies. Dan moet gewoon, als er iets stuk is, moet je gewoon weten van oké, dan kan ik het van die andere auto afhalen. Ja. Ja, snap ik. En kan je zelf wel een beetje sleutelen? Of is, Nee, niks. Nee, dus jij zegt gewoon tegen je vader, je moet dit doen, je moet dat doen. Je vader is zelf ook niet zo handig. Nee? Dat doe je bij de garage of... Nee, ook niet. Er hoeft niks aan te gebeuren, joh, aan dit ding. Nee, hij is gewoon goed. Hij is gewoon goed. Maar dan hoef je toch ook geen auto van onderdelen te hebben? Ja, gewoon voor de fun, joh. Gewoon voor de bij. Heel goed, heel goed. Hey, en stel nou dat deze ooit weggaat. Wat moet er dan... Gaat nooit weg. Gaat nooit weg? Nee. Geen discussie? Nee. Nee? Als ik 100.000 euro bied? Nee. Dit is echt jouw auto, dit. Ja. Oké, laat ik het dan zo vragen. Stel... Je hebt genoeg geld om er een gave auto bij te kopen. Wat wordt dan de andere auto die je wil hebben? Nog eentje. Nog eentje? Ja. Ja? Gewoon nog een Golf 1 cabrio. Nog eentje. Zo gek ben jij van deze auto. Dat, ondanks dat je er al een hebt. Ja. Dan koop je geen Ferrari, dan koop je geen Porsche. Nee. Of een Audi TTRS. Een Audi TTRS. Een nieuwe of de eerste? De eerste. De eerste. Wat een dikkie. Ja, maar daar heb ik geen geld voor. Nee, oké. Okay, maar stel dat het zou kunnen, dan zou dat de auto zijn die je dan... Misschien... En jij dan? Oh man, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Ik vind dat is dan weer. Ik zou willen dat ik hetzelfde had als jij. Dat ik dacht van, ik heb één auto die ik vet vind. En dan koop ik gewoon die en dan ben ik klaar. Maar wat was je allereerste auto dan? Mijn allereerste auto was een Mitsubishi Colt.
Welk type? Dat was het, dat eerste type wat... Met die hoekige achterkant? Ja, uit 1982. Die auto die was bijna net zo oud als ik wel. Ja. En dat was met een drietraps automaat. Ja, ken die wel. Een EP2 was dat. En dat was echt, maar dat was mijn eerste autootje en dat was eigenlijk gewoon heel simpel. Die auto die kostte me 150 euro. Ha. En dat was, dat, dan, nee, het was nog wel net euro's, maar dat was het enige wat ik kon betalen. En dus mijn neef, of aangetrouwde neef moet ik zeggen, de man die met mijn nicht getrouwd is, die was heel handig met dat soort autootjes en die had er zelf een paar. Dus die konden voor mij aan sleutelen. Dus het was voor mij een hele makkelijke manier om goedkope auto te rijden. Oh. Terugspraak mee? Ja, is er twee, maar dat vindt hij nog niet leuk. Dan moet ik even naar zijn één terug. Heb je nog meer? Dus dat was een hele goedkope auto voor mij om te kopen. Dus daarom heb ik toen, en om rijdend te houden. En omdat die jongen daar alles vanaf is. Dus dat was voor mij gewoon heel makkelijk. En daarom heb ik die toen gekocht. U staat hier stil, mag dat? Nou, dat dus, mag niet, denk ik. Ach, even kletsen. Hè? Maar nee, dus dat was mijn allereerste auto. Maar als je mij vraagt wat ik zou kopen als ik geld over... Ja, weet je, ik vind zoveel dingen gaaf. Ik wou dat ik hetzelfde als jij. Dat ik zou zeggen van, oké, weet je, de Peugeot 205 GTI die ik nu heb, dat vind ik de gaafste auto ooit. En ik wil nooit meer iets anders. Mag ik daar ook een keer een stukje in rijden? Voor mij mag jij een keer mee rijden. Geen probleem, dat gaan we regelen. Gaan we gewoon regelen. Jij in mijn auto, ik in jouw auto. Ja, gelijk heb je. Ja, ja. Heb je wel slim gedaan om mij eerst te laten rijden. En dan pas... Ja, ik ben wel slim. Ja, die auto heb je. Je hebt toch ook een 5-serie? Toch? Ik heb een 5-serie, dat is een 3-serie. Ja, eigenlijk. Maar ik heb een 5-serie inderdaad, ja. Ja. Nee, jij mag gerust een keer. Ik weet alleen, het is voor mij geen cabrio, hè? Dus ik heb hem al gezien op de film. Ja, dus dan, ik weet niet of je er ik heel kan makkelijk er wel in. Ik kan er wel in. Ja, komen. Mooi. Nou, dan gaan we dat regelen. Dan ga jij een keer met mij mee rijden. Goed, maar heb je nog een auto waarin je ooit een keertje mee zou willen rijden? Echt een soort droomauto of zo, of een Ferrari of zo? Ja, deze weet ik, dit is je droomauto. Nee, ik heb niks met Ferraris. Nee? Nee. Ook niet met andere... Ja, een TTRS zou je dus wel een keer willen. Ja, die heb ik. Of die heeft mijn oom, dus hebben. Oh echt? Ja. Daar kan je af en toe wel mee rijden. Ja. Goed zeg. Dat is wel een gave auto. Ja. Wel even iets sneller dan deze. Ja, je mag hem wel even iets doortrekken. Ja? Een klein stukje. Maar je vader kijkt mee, hè? Ja, nou ja. Hopsa. Ik vind het wel een leuke auto. Weet je wat ik zo knap vind? Is dat hij helemaal niet aanvoelt alsof hij een auto is. Hij is helemaal origineel trouwens. Helemaal origineel? Ja. Alleen stuurt je niet dan? Nee. Oké. Okay. Maar hij voelt helemaal niet aan alsof hij zo oud is. Ik vind hem, hij voelt heel erg, hij piept en rammelt en kraakt ook niet. Er is goed voor gezorgd. Jawel, maar ik ben ook een lieve baasje voor hem. Je bent een lief baasje voor hem? Ja, precies. En wat zijn nog dingen die je aan deze auto zou willen doen? Heb je nog dingen die je wil? Nee? Ik koop er voor mezelf nog eentje en daar ga ik alles aan verbouwen. Daar ga je alles aan verbouwen? Daar komen spoilers op en zo. En, ja? En de andere uitlaat. Ja? En dan... Ja, want mijn vader wil dit origineel houden. Nou, ik wil de andere kant op. Oké. Okay. Even verlagen en zo. Ja. Maar dat hoor ik graag van jullie allemaal. Wat hij erop moet doen? Wat je erop moet schroeven? Ja. Ja? Oké. Okay. Wil je dan een cabrio of een dichte? Deze auto wil ik terug hebben. Oké. Okay. Ik wil zo'nzelfde auto hebben, alleen dan ga ik hem helemaal verlagen, weet je wel. Beetje petjes golf achter. Petjes golf? Ja. Je zegt het gewoon zelf. Dat is funny, joh. Dat vind je gaaf. Zijn er bepaalde tuners die heel veel met de Golf Cabrio gedaan hebben al? Nee, niet echt. Nee? Je moet dat meer zelf doen. Oké. Okay. En dan zet ik ook wel andere achterlichtjes erop, weet je wel. Zo kleine, ik ga niet van die grote dingen doen. Nee, oké. Okay. Andere motorblok niet. Nee, precies. Meer optisch, zeg maar. Dus meer hoe die eruit ziet dan hoe die rijdt. Ja. Alleen dan verlaging zet dus. Dat ja, een andere uitlaat en raamfolie erop. Raamfolie erop. En weet je al wat voor wielen erop gaan of niet? Die heb ik al thuis liggen. Oh echt? Ja. Wat voor wielen zijn het dan? Dat weet ik niet in mijn hoofd. Ah oké, okay. Maar wel gewoon lekkere dikke velgen. Ja. Nice. Ik vind het wel mooi. Je hebt wel heel duidelijke mening over wat ermee moet gebeuren volgens mij. Volgens mij in je hoofd is die auto al wel af. Ja. En weet je al wat voor kleur dat wordt? Deze. Deze kleur gewoon? Ja. Oké. Okay. Dus hij moet blauw zijn. Hij moet gewoon blauw zijn. En hij moet bijna net zo lopen als deze. En hij moet helemaal origineel zijn, het liefst. Zodat je hem helemaal zelf kan aanpassen naar hoe je hem wil hebben. Oké. Okay. Dus dan moet je er maar in laten.
Ja, ja, dit blijft er allemaal in. Dit hele verhaal komt online. Alles wat we het afgelopen kwartier hebben besproken, komt gewoon allemaal erop te staan. Ja. Ja man, zo doen we dat. Ik vind het wel lekker hoor zo. Het is jammer dat het zonnetje niet iets meer schijnt, maar het is heerlijk om te toeren. Anders mag je ook wel een keer in de zomer komen, dan rijden we het nog wel stuk. Zullen we zelf spreken? Als jij met mij mee gaat rijden, zorg dat het goed weer is. Is goed. En dan kiezen we gewoon een dag met mooi weer. Dan kom ik naar je toe. Dan rij je een stukje met mij mee. En dan rijden we nog samen een stukje in de cabrio eventjes. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ja. Wel hè, volgens mij. Ja. Ja. Je hebt het al even handig een tweede ritje uitgedeeld ook. Want ik kom dus binnenkort een keer bij jou langs op de GT. En je had nog een andere leuke auto, hè? Ja. Dus misschien moeten we daar dan eventjes samen nog een keer naar kijken. Dat is wel leuk. Dat vind ik wel grappig. Ik vond het in ieder geval heel tof dat ik vandaag in jullie Golfje mocht rijden. En ik vond het ook heel tof dat ik hem van jou stiekem toch wel even door mocht trekken af en toe. Ik zeg niks tegen je vader zo meteen, want dat durf ik niet. Dan komt hij wel achter als hij de video kijkt. Sorry. Ik vond het heel gaaf. Ik hoop jullie ook. En als je nou zelf een toffe auto hebt waarvan je denkt van hé, daar moet Casper een keer mee rijden. Of Wouter. Meld je dan aan. Casper rijdt netjes hoor. Ik rijd netjes, dankjewel. Meld je dan aan via het formulier op de site. En wie weet kom ik binnenkort met jouw auto rijden of Wouter. En gaan we samen even op stap. En dat is best gezellig toch? Ja. Ja, dat bedoel ik. Bedankt voor het kijken.